ik ben nu 16. Je begint het nu veel meer te beseffen. Ik vind het erger als iemand een ongeluk heeft gehad en daardoor in een rolstoel komt, dan dat je vanaf je geboorte in een rolstoel. Want ik weet niet anders. Door die hersenbeschadiging in mijn hoofd is het gedeelte wat het lopen aanstuurt, is beschadigd. Het is niet helemaal stuk, maar het is gewoon beschadigd. Soms heb ik moeite met dat je iets langer moet nadenken dan een ander. Of het inzicht dat een ander het net iets sneller ziet. Ja, dat heeft allemaal met die beschadiging te maken, zeg maar. Ja, het is wel jammer. Maar we gaan ervoor. Ik train 1 keer in de week op Groot Klimmendaal. Train ik op dinsdagavond. Ja, en daar heb ik gewoon heel veel pul in. Afgelopen jaar heb ik altijd in het derde of vierde team gezeten. Ja, nu mocht ik dit jaar naar het tweede toe. Ja, daar ben ik wel heel blij mee. Ik heb hier 1 keer per week heb ik fysiotherapie. Hier op Groot Klimmendaal. Het doel is eigenlijk het onderhouden van wat ik kan. Ja, het echte achteruit gaan zal het niet, maar je moet het wel een beetje loshouden. Over een paar maanden gaan ze met mijn hand aan de gang. Want mijn hand is spastisch. En dan gaan ze botox in mijn spieren spuiten, waardoor die spieren helemaal lam worden gelegd. En dan moet ik 2 weken het gips in. En dan ga ik ook echt met deze hand trainen. Alles wat ik zelf kan, probeer ik zelf te doen en ik wil ook zo min mogelijk hulp vragen. Ik ben heel positief en dat ik er gewoon grapjes over maak, over mijn eigen handicap. Dat vind ik mooi om te doen.